Hallo en welkom bij Polsmodel Twijnstaf. Vandaag weer een rondje verkoop. Een aantal van deze dingen staan al wat langer te koop, een aantal zijn nieuw. En om mee te beginnen, wat NS-materieel van Fleisman en van Roco. Dit zijn, denk ik, uit mijn hoofd plan B's. Komen allebei zonder koppeling, maar er zit een NEM-schacht op, dus makkelijk een eigen koppeling in te zetten. Ik vind ze een hele mooie print hebben, maar zoals je ziet, ze zijn wat kort. De Roco is wat aan de korte kant, de Fleisman is nog veel korter. En tegenwoordig rijd ik wat meer met volledig op lengte materieel. Zoals deze. En het verschil is aanzienlijk als je er zo één tussen laat rijden. Dat ziet er niet uit. Deze gaat ook de verkoop in. Dit is een Roco 45142. Dit is een ICL materieel. Dit is dus Intercity Lease materieel. Oude Duitse treinstellen die overgespoten zijn in NS kleuren. Deze specifiek heeft per coupé 5 stoelen en af en toe een tafeltje in groen. En ik heb het idee dat dit vroeger eerste klas rijtuigen waren van de Deutsche Bahnen. En nu van de NS tweede klas. Deze reed tussen Venlo en Den Haag. En de reden dat deze weggaat is, ik heb hem dubbel en hij heeft een defecte koppeling. Hij zit hier vastgelijmd. De nenschacht is dus feitelijk niet te gebruiken. Er zit een koppeling in. En omdat ik hem dubbel heb, wil ik niet de moeite doen om een nieuwe te bestellen en hem helemaal uit elkaar te halen en te vervangen. Dat laat ik graag over aan iemand anders die misschien het ook wel prima vindt, omdat hij hem als laatste in een stam gaat laten rijden. Komt compleet met boekjes en met onderdelen en in doos natuurlijk. Hier is er eentje. Deze heeft in het verleden zijn ding gedaan in een aflevering van Polsmodel Twijnstaf. Wil je zien hoe dat deze gerepareerd is en wat er mis mee was? Ik zal hier ook een kaartje, link neerzetten. En mocht je meer van dat soort reparaties willen, subscribe dan op het kanaal. En laat ook vooral berichten achter als je denkt, hey, deze, die ken ik nog. Dit is een Pico Mat 54. Die een probleem had met de koppeling. Hij is volledig analoog en ik heb er toen 2 vlak na elkaar gekregen. En deze staat eigenlijk al een tijdje apart en gaat dus ook de verkoop in. Geen doos, komt zoals je hem hier ziet. Deze staat al een tijdje te koop. Hier heeft iemand een interessante lijmjob gedaan, want volgens mij moet dit ding wat hier meedraait hier aan vastzitten. Of deze die hier aan vast zit, moet eigenlijk op het rijstel zitten. Ik ga hem niet digitaliseren en ik ga hem wegdoen. Want ik ga er ook niet meer rijden. En als laatste. Hoop. Een heel aantal gaswagons. De meeste van Shell, een paar van Esso, een van Esso, een van Mobil en een van geen idee. Dit is een UF, de rest is allemaal Lima. De meeste hebben plastic wielen, behalve de UF. Ik heb geprobeerd ze te verzwaren, maar het wil niet rijden op mijn baan. Mijn spoorflensen zijn te smal voor een aantal van de wielen. En uiteindelijk heb ik besloten deze allemaal in één keer weg te doen. Er zitten nog wat lijmresten op de onderkant, zie je vrijwel niets van als hij op de baan staat. Maar dat is waar de gewichtjes op hebben gezeten om hem te verzwaren. Het werkte niet, dus ik heb ze eraf gehaald. Dan mag een toekomstige eigenaar zelf kijken of hij dat wil of niet wil. Verder staan er nog wat motoronderdelen te koop. Misschien komt er nog een wat klein spul bij, maar dit is het zo ongeveer wel. De groene matten staan er natuurlijk nog.
Maar misschien dat die beter de vuilnisbak in kunnen. Tot zover. Bedankt voor het kijken. En binnenkort hoop ik iets te kunnen laten zien van een diorama waar ik mee bezig ben geweest. Dus hopelijk tot snel.